Het ministerie van Defensie heeft een grote hoeveelheid ammoniumnitraat dat werd opgeslagen aan de Doekieweg verplaatst naar een veiligere locatie. De verplaatsing is gedaan om te voorkomen dat het spul een gevaar voor de omgeving is, zegt Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR. Slijngaard legt uit wat ammoniumnitraat precies is en waarvoor het kan worden gebruikt indien het niet juist wordt gebruikt of opgeslagen. Nou, ammoniumnitraat wordt normaliter aangeduid als een fertilizer, dus als een bemestingsmiddel, als mest. Maar het gevaarlijke van ammoniumnitraat is dat met kleine additieven, dus met kleine toevoegingen die gewoon makkelijk te verkrijgen zijn, kan ammoniumnitraat dienen als een bom, dan kunnen er explosieven van worden gemaakt. En dat is reeds gebruikt in de Binnenlandse Oorlog in Suriname. Onder andere om die grote masten op te blazen van, van Afobaka naar Paranam. En we hebben ook het effect gezien in Beirut. Beirut is ook een explosie geweest van ammoniumnitraat. Dus hoewel het wordt binnengebracht als een fertilizer, zijn de additieven zo makkelijk te verkrijgen. Laat maar eentje noemen, een beetje diesel. Als je diesel zet op ammoniumnitraat, dan kan het reeds als een bom worden gebruikt. Buurtbewoners van de Doekieweg organiseerden zich maanden geleden met de vraag aan het ministerie van Defensie om het ammoniumnitraat te verwijderen uit het gebied. Daar is nu aan voldaan, zegt Slijngaard. De minister van Defensie heeft dus toegezegd dan dat zo snel als mogelijk de ammoniumnitraat daar zo verwijderd zou worden. En ik ben blij om te zeggen dat sinds 2 dagen geleden of 3 dagen geleden de ammoniumnitraat, die in hele grote hoeveelheden zorgenoop was opgeslagen, is verplaatst naar andere plekken die op een veilige afstand van Paramaribo zitten. Dus het is van belang om dat te noteren en het is goed om de burgers in die omgeving ook te zeggen dat we inderdaad alle ammoniumnitraat hebben verwijderd uit die omgeving. Het team van de Amerikanen dat nu hier is, die gaat ook weer teruggaan naar Zorg en Hoop, omdat wij op Zorg en Hoop ook chemicaliën hadden opgeslagen die toentertijd waren gevonden aan de Hofstraat. En die chemicaliën die worden nu geïnventariseerd en het gaat ook vernietigd worden. Dus we zijn bezig met een vrij grote schoonmaak en ik denk dat de voortgang daarvan gaan we natuurlijk ook communiceren met de samenleving. Het ammoniumnitraat was op verzoek van de importeurs opgeslagen in een van de faciliteiten van het Nationaal Leger. Ter vergelijking zegt Slijngaard dat de hoeveelheid, de Zorg en Hoop, veel meer is dan is gebruikt bij de explosies in Beirut.